Hey Mike. Hey. Leuk dat je hier bent. Ja. Wij zijn bij de Smetanenlaan en we gaan weer kijken naar op deze locatie. Nou, wat leuk. Ik heb er zin in. Ga je mee? Ik ben Elif Gidsma en ik werk hier al 11 jaar. Hoe ziet dat er ongeveer uit? Ik begin met medicatie uitdelen. En dan begin je eigenlijk met mensen die naar de dagbesteding gaan. We hebben ook een cliënt die heeft hier zonder voeding. Die krijgt 5 keer op een dag. Er zijn ook een aantal cliënten die gewoon thuis blijven. En die gaan hier naar de interne dagbesteding. Die is beneden. En ze gaan hier ook in het dichtbijzijnde dagbesteding. Dat is de Valkenhof. Je gaat met ze een praatje maken van hoe was je al de hele dag. En dan gaan ze ook vaak weer naar hun eigen appartement. En dan gaan ze zo rond een uur of 4 of 5 al het eten op. We hebben hier ook een interne keuken. We mogen ook altijd begeleiden gewoon mee eten. Dus dat is ook heel prettig. Waar zit hem dat in dat je het zo leuk vindt hier? De gezelligheid. Het zijn ook gewoon hele leuke cliënten. Het is altijd heel gemoedelijk hier. Wanneer is voor jou een dienst geslaagd? Als de cliënt een leuke dag hebt dus wel. Vrolijk zijn, dat ze het leuk hebben. Dat ze goed verzorgd zijn, ja, dan is mijn dag geslaagd. Nou, ik ben Annika. Ik heb een PGL-opleiding gedaan. En dat staat voor? Praktijkgestuurd leren. Ja, dan wordt de leerstof wordt zeg maar echt afgestemd op wat je tegenkomt in de praktijk. Ik ben teruggekomen bij de Smetanenlaan in Assen. Een dagdienst heb ik meegedraaid. En toen had ik meteen al zoiets van, nou, dit voelt als een warm bad. Fijne collega's, leuke cliënten. Wat is de manier van begeleiding hier? Je handjes mogen hier van de rug. Van de rug? Ja. Best wel wat cliënten die wat meer ADL-zorg nodig hebben. Er zijn ook wel een aantal cliënten die wel wat meer zelf doen. Wij zorgen ervoor, hier als begeleiding, dat de mensen zo kunnen wonen en leven als zij graag willen. Wat moet een collega nou hebben, wil die hier naar zijn zin hebben? Een gezellige collega graag, iemand die van aanpakken weet. Iemand die dus niet vies is van het stukje ADL-zorg. En dat zijn ouder wordende cliënten. De jongste is nu 56. Vrij jong nog in ieder geval. En de oudste is 95 inmiddels. Hallo! Jullie eten mee? Nou, wat gezellig! Nou ja, als ik het woord eten hoor, dan ja, dankjewel. Dan heb je wel opgeten, hè? Nou, meestal wel. Ja, maar, ja, ze hebben altijd over alles te doen. Ja. Gewoon lekker op je gegeten. Ja. 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 Dank dat we even mee mochten eten. Dank, graag gedaan. We hebben gastvrijheid. Ja, iedereen is hier altijd welkom. We hebben het hier altijd wel goed naar de zin. Of niet, Jopie? Ja, wij gaan nog door. Ja, nou, hartstikke bedankt. Ja, nou, succes nog. Doei. Gedaan. Ja, ik zeg dat je mee.